Het is vandaag dinsdag. Moet je even nadenken. Ik heb net al een online meeting gehad. Ik was zo stom klinken. Online call, online gesprekje. Dus dat heb ik al gedaan. En nu moet ik heel eventjes wachten. Want ik kan zo meteen bij een winkel bonbons afhalen. En dan rijd ik door naar Sanse zus. Want ik ga haar helpen vandaag met de kerstpakketten inpakken. En die bonbons hebben we daar nodig. Dus dan rijd ik gelijk in één keer door. Dus daar ben ik nu eigenlijk eventjes op aan het wachten totdat ik die kant op kan. Het kerstcadeautje waar ik het in de vlog van gisteren over had, die kwijtgeraakt is. Die heb ik dus vandaag, of die heb ik dus gisteren opnieuw besteld. En die is dus vandaag bezorgd in de winkel. Dus heel misschien, als ik daar tijd voor heb, dat ik eventjes naar de stad rijd. Ook om die op te halen. En anders doe ik dat morgen of donderdag. Ik heb bijna alle kerstcadeautjes binnen. Ik moet er nog 2. Voor 2 mannen. Ik vind het zo lastig wat je voor mannen kan kopen voor de kerst. Ik weet het gewoon echt niet. Verder hebben we wel alle kerstcadeautjes binnen. Ik zal even inzoomen, het zijn er echt zoveel. Maar zo leuk. Ik weet niet, ik vind het gewoon gezellig staan als er kerstcadeautjes onder de boom liggen. Maar goed, ik moet er dus nog 2. Dan heb ik alles binnen. Vrijdag gaan we met die meiden dus Sinterkerstnieuw vieren. Daar moet ik nog 1 dubbel cadeautje voor halen. We gaan dus dobbelen en we doen een leuk cadeautje, een grappig cadeautje en een cadeautje iets waar je van af wilt. Dus dat is iets in huis wat je hebt dat je niet gebruikt waar je van af wil. Dus die heb ik. Ik heb het grappige cadeautje. Dus vrijdag ga ik eventjes mijn dag maar naar de stad voor het leuke cadeautje. En dan heb ik denk ik wel alles. En ik heb zo'n leuk jurkje besteld bij Opoly voor, ik denk dat ik hem met oud en nieuw aan ga trekken. Ik weet het nog niet zeker. Ik ga hem eventjes laten zien. Ik hoop dat hij snel binnen gaat komen. Ik vind hem zo mooi. En ik heb dus gisteren mijn nagels laten doen met een beetje zilver. Want ik dacht, dat past er dan leuk bij. Dus of ik doe hem aan met oud en nieuw. En dan misschien nog een zwarte blazer eroverheen. Voor als het te heftig is. Of als hij op tijd binnen is, doe ik hem vrijdag aan. Als we met die meiden Sinterkerstnieuw gaan vieren. Maar goed, dat zal ik wel laten zien als hij binnen is. Ik ga voor nu eventjes wachten. Tot ik die bonbons kan ophalen en richting Stanse zus kan. Maar ik kan daar denk ik niet heel veel filmen. Of althans, ik ga daar niks filmen. Dus verwacht er in ieder geval niks van alvast. Oh jongens, ik ben weer thuis. Het is nu 6:00. En ik heb eventjes lekker pasta carbonara besteld. Want ik ben zo moe. En ik heb gewoon echt geen zin om te koken. En ik had gewoon heel veel zin in pasta carbonara. Dus dat heb ik even lekker besteld. Zoals ik al zei, vandaag kon ik eigenlijk echt zo goed als niks filmen. Ik had dus, ik weet niet of ik dat had gezegd, maar ik was dus naar Stanse zus in helpen met inpakken van kerstpakketten voor personeel, klanten, relaties, alles. En het zijn er echt best wel veel. We hebben dus ook niet afgekregen, dus ik ga daar morgen weer helpen. Ik zou morgen eigenlijk naar Jarne gaan, maar ik had hem geappt of hij eventueel ook donderdag kon. Want dan kon ik morgen nog even verder helpen met die kerstpakketten, want ik vind dat gewoon lullig om dan te zeggen, ja, zoek het vanaf hier maar uit. En ik vind het ook gewoon gezellig. Dus daar ga ik morgen weer terug naartoe. Dus ik denk dat ik vandaag, woensdag en donderdag misschien in 1 vlog ga doen. Of misschien vandaag en morgen eventjes kijken wat ik allemaal kan en ga filmen. Ik heb zoveel honger. Ik heb er gewoon buik bij van oprecht. Maar het komt pas over of 1/2 uur of 3 kwartier. Oh, er staat wel dat ze aan het bereiden zijn. Oh, ik heb zoveel trek. Ik ga eventjes lekker wachten tot mijn eten er is. Ik ga eventjes de weekvlog bewerken die morgen online moet komen. Zodat ik die ook online kan zetten. En dan eventjes chillen. Want ik heb echt zoveel soort chaos in mijn hoofd. Gewoon weer ADHD. Ik had het laatst ook al, maar ik heb het gewoon weer, denk ik. Ik weet het niet. Oh, maar goed. Vrijdag wordt wel echt een hele leuke dag. Daar heb ik echt super veel zin in. Daarna zijn natuurlijk de kerstdagen, de feestdagen. En ik zei ook al in de vlog van gisteren volgens mij, dat ik na de feestdagen, na kerst zeg maar, ook nog doorga met dagelijks vloggen tot en met oud en nieuw. Want ja, ik heb natuurlijk een aantal dagen geskipt. Wat ik van tevoren ook al had gezegd, ik had al gezegd van ik kan niet beloven dat ik elke dag ga vloggen. Dus daar kunnen jullie me niet heel boos op aankijken denk ik. Maar ik vind het wel gewoon leuk om alsnog wat extra dagelijkse vlogs te plaatsen. Dus oh, mijn eten is er. Ik heb zoveel honger. Het is niet eens trek, het is gewoon honger. Ik heb besteld bij of Rossi. Ik weet niet of dit iets uit Den Haag is. Of dat je dat, ja, volgens mij heb je het niet in andere steden. Maar ja, ik ga er eigenlijk nooit uit eten of zo. Het is dus een restaurant. Maar ik bestel er wel vaak mijn pasta. Want ik vind gewoon dat ze heel lekkere pasta hebben. En er is 1 restaurant, daar hebben ze echt de allerlekkerste
spaghetti carbonara. Maar vorige keer heb ik gewoon bijna 2 uur erop zitten wachten. Dus ik vertikte het om dat vandaag te bestellen, aangezien ik zoveel trek had. Het ziet er niet heel smakelijk uit, altijd spaghetti carbonara. Maar ik heb er heel veel trek in. Ik ga even kijken of er nog een leuk YouTube filmpje is die ik ondertussen kan kijken. Aangezien het dinsdag is. Dus heel veel mensen dan dingen op YouTube zetten. En ik heb even cola besteld. Dus, nou ja, Pepsi Max, dat was het al. Maar ik had er zoveel zin in. Lekker. Oh my god. Het is 3 uur en ik ben weer thuis. Ik heb zoveel last van mijn rug. Maar ik heb vandaag... maar ik had vandaag zoals mijn zus verder geholpen met alle kerstpakketten afmaken. Die zijn nu af. Ik ben nu thuis. Ik ga even lunchen. Ik ga even naar de stad. Dus ik heb gelijk even lekker 2 broodjes van Dummelman meegenomen. Dat vind ik zo lekker. En ik had ook heel veel zin in Cola Zero. Dus die heb ik ook eventjes gehaald. Ga ik eerst even rustig opeten. Dan ga ik even wat kerstcadeautjes inpakken. Dan moet ik nog eventjes voor Keide Cosmetics voor een samenwerking een stukje filmen. Dat had ik al gedaan, maar er ontbrak wat. Dus dat moet ik even erbij filmen. En daarna moet ik nog eventjes wat dingen op mijn laptop doen. En ik was eventjes naar de stad, want ik ging 2 kerstcadeautjes ophalen. Ik denk niet dat Stan en Dagmar mijn vlogs kijken. Maar ik heb dus deze blush van MAC, Warm Soul. En Dagmar jat deze echt al vrij. Ze jat hem niet, maar ze gebruikte hem echt altijd van mij. Dus ik dacht, ik geef deze voor haar aan de kerst. En ik vertelde natuurlijk in de vlog van gisteren of eergisteren volgens mij, dat Stan zijn kerstcadeautje kwijt was gehaald. Dus ik had het nu aangevinkt op afhalen in de winkel. Want ik dacht, dan heb ik hem sowieso. En ik heb voor hem de AirPods met noise cancelling gehaald. Om te geven. Hij heeft dus die oude oortjes. Die heb ik ook. Die zijn echt prima. Maar ik weet dus de laatste tijd dat hij heel vaak zijn oortjes draagt. Ook in de auto. Met sporten. Als hij aan het leren is voor school. En hij had deze dus laatst van een vriend van hem geleend. En die vond hij echt heel erg chill. Dus ik dacht, mooi kerstcadeautje. En er zijn echt 4 dozen binnengekomen. Waarvan ik van 2 maar weet wat het is. Dus ik ga even beginnen met deze van Bol. Ik moet straks ook gelijk even al dat kleding weggooien. Ik heb namelijk als... Oh! Ik weet het al. Dit zijn van die opwerplades. Want ik heb dus weer een samenwerking met Bol. En dit zijn zeg maar van die plastic bakken voor in de koelkast. Maar ik moet dit nog eventjes bewaren, die doos. Dat is dus voor TikTok. Dan nog iets, maar ik weet niet wat dit is. Oh ja, oh, dus het komt ook lekker binnen. Helemaal kapot die doos. Maar dit is een kerstcadeau voor Stan van mijn vader. Want mijn vader, mijn moeder en mijn opa, die vroegen alle 3 aan mij, wat kan ik voor Stan kopen voor de kerst? En ik wist het gewoon echt niet. Dus ik zei tegen Stan, ja, wat wil je? En hij wist het ook niet. We hebben gewoon zo'n pakket onderbroeken gedaan. En dan ook nog een pet. Want hij wilde ook graag een nieuwe pet. Maar die is nog niet binnen. Dus deze in ieder geval wel al. Dan kan ik die alvast inpakken. Dan een pakketje van een zonnebrillenkastel. Want daar heb ik dus weer samenwerking mee. Echt super, super leuk. En ik ga natuurlijk in april ga ik naar Curaçao. Dus helemaal leuk om alvast een nieuwe zonnebril ervoor te hebben. Er zit een campustasje bij. Er zit ook een tijdschrift bij. Oh, de NC. En 15 euro korting bij Ici Paris. Heel leuk. En natuurlijk waar het echt om gaat, de zonnebril. Ik heb er dus eentje uitgekozen van Isabel Marant. Ik heb daar eigenlijk helemaal nog geen zonnebril van. Maar ik zag deze en ik vond het echt zo leuk. Het is ook een heel mooi zwart hoesje. Ik heb mijn lamp alweer aangezet, want het is trouwens echt heel donker hier. Oh, ik vind het heel leuk. Hij lijkt wel een beetje op mijn Dior bril. Oh nee, hij is wel een iets andere groene kleur. Kijk. Dit is hem. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ja, hij is wel iets anders dan die Dior bril. Heel erg blij mee weer. Oh, ik heb zoveel mooie zonnebrillen van zonnebrillen.com. Echt, ik kom om in de zonnebrillen, maar ik vind het zo leuk. Ik hou echt heel erg... Sinds ik een nieuwe neus heb,
Voor de mensen die dat niet weten of mij nu pas volgen. Ik heb een jaar geleden een neuscorrectie gedaan. En daarvoor vond ik zonnebril dus echt niet leuk staan of niet interessant. Maar nu sinds ik dus een nieuwe neus heb, vind ik het echt helemaal geweldig. Oh, mijn camera viel uit. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar ik heb dus allemaal dingen van Bol hier ook in die doos. Maar daar ga ik later een TikTok van maken. Ik ga nu eventjes lekker mijn broodje eten, want ik heb echt nog niks gegeten vandaag. Ik val echt bijna om. Ga ik even die cadeautjes inpakken voor de dag waar thuis komt. En ze het alweer ziek natuurlijk. En dan ga ik eventjes die Kylie TikTok filmen. Beelden filmen. Ik heb eventjes een extra stukje voor Kylie opgenomen. Het ging om lipkleuren. En ik weet niet, ik vind deze niet eens zo heel lelijk. Misschien zou ik er nog wel een blush overheen doen. Oh, ik heb zoveel last van mijn rug. Het is echt niet normaal. Ik ga nu deze beelden van Kylie eventjes importeren. En dan even bewerken gelijk. En dan kan ik het opsturen. Voor goedkeuring. En dan ga ik daarna nog eventjes wat dingen op mijn laptop doen. Ik heb net cadeautjes ingepakt. En echt, ik kan het blijven zeggen. Maar ik vind onze kerstboom er zo leuk uitzien. Met al die cadeautjes eronder. Echt, ik weet niet. Gewoon heel gezellig of zo. Maar goed. Ik ga even dit van mijn lippen afhalen. En dan even die TikTok bewerken. Alle drukte zit er weer op. Het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag de hele dag bij Jarno op kantoor gezeten. Daarna heb ik eventjes het huis een beetje schoongemaakt. Want morgen gaan we Sinterklaasnieuw vieren met die meiden. In het huis van Dagmar haar ouders. En dan komen Dagmar haar ouders in ons huis. Dus dan vind ik het wel chill als het een beetje opgeruimd is. Dus dat is even gedaan. En ik ga nu even deze vlogmas bewerken zodat hij morgen online kan. Ik weet dat deze vlogmas is weer echt heel som geworden. Maar dat had ik natuurlijk van tevoren wel al gezegd. Want ik had dinsdag, woensdag, donderdag gewoon echt hele drukke dagen. Oh, en ik ben blij dat die dagen voorbij zijn eigenlijk. Morgen ga ik weer beginnen met een nieuw vlogmas. En dan gaan we wel echt hele leuke dingen doen. 'S Ochtends moet ik eventjes een samenwerking voor Bol nog filmen alleen. En dan 's middags gaan volgens mij Dagmar, Joey en ik met z'n drie als het goed is. Gaan we eventjes naar de Bogart. Gaan we eventjes wat dobbelcadeautjes halen nog. Gaan we boodschappen doen voor het avondeten. Want we gaan dus allemaal wat maken. Keer en Kes doen het voorgerecht. Dagmar en ik doen het hoofdgerecht. Biba en Zoe doen het toetje. En Maria en Charissa doen de cocktails. Dus dat. Ik ga bij deze lekker de vlog afsluiten. Want dan kan ik hem bewerken. En dan kan ik hem inplannen voor morgen. En dan heb ik dat gewoon alvast gedaan. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze best wel saaie vlogmas. Maar ja, deze dagen zitten er ook bij mij tussen december. En het waren gewoon echt even hele drukke dagen. Maar goed, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende.